Ja, vrienden, het gaat zoals het gebeurt. Ik ben om taats vanavond zat, ik ben schapen gaan fokken. Door de nood der omstandigheden daartoe gedwongen. Want kijk, de tijden voor ons groot grondbezitters zijn uitermate zorgelijk. Maar dan is een nivellerende poot om die gat vandaan. En ik leid daardoor al jaren aan slapeloosheid. Dan lig ik er in mijn eentje te woelen en te malen. Met AE. En ik lig alleen nog, want mijn vrouw en ik, we hebben gescheiden slaapkamers. Mijn vrouw heeft na de verwekking van mijn vierde zoon tegen mij gezegd: en nou is het afgelopen met die viezigheid. Ja, het gaat zoals het gebeurt. En vrienden, verleden komt de slaap weer niet vat, toen ben ik schapen gaan tellen. En het werd een aanzienlijke kudde die nacht. Ja, wat heet, ik zit meen ik op schaap 8006 en ik zie zo die schapen voor mijn ogen dansen. En weer geloven in, ik krijg een bredenweef. Met vier E's. Ik denk, verrek. Schapentaats, dat is de oplossing. Je moet terug naar het begin, zoals je eigen geslachttaats vanavond zaad in 1039 is begonnen. Ja, wij waren van origine schapenfokkers. Oh, dat is een leuke story. Ga je nog even? Weet je nog 1039, de jaren dat de Noormannen hier de grote rivieren op kwamen zaken? Om de boel hier in elkaar te stampen. Hè? Nou, moet je horen, een van die blonde Noorse schoften, een zekere Knut Jummerleg, die is blijven plakken aan mijn oer-oergrootmoeder Ene Adelheid van Avezaad. Nou, blijkbaar was die knut een driftig manneke, want die schijnt zo rond 1100 al een aanzienlijk geslacht bij elkaar te hebben geneukt. Met CK. Dat vind ik nou leuk dat je daar waardering voor op kan brengen. Ja, die knut wist ze te raken, laat maar zeggen. Die had temperament en die sukkels van het oude Avezaad, die konden dat niet wisselen. Nee, je moet daar niet te gauw over oordelen. Die knut heeft een geradoot dat het een aard had. Dat weten wij van de oude chronieken die wij met rode oortjes hebben zitten lezen. Ja, die heeft er heel wat vrouwtjes platgelegd. Begrijp je? Kijk, en dat konden die sukkels niet wisselen, wat ik zeg. Dat wekte uiteraard agressiviteit op en dan wou ze knut molesteren. Hm? Kan je me volgen? Laat maar zeggen, Zully van Avezaten die knut nazaten. En dat waren nou mijn voorzaten. Is de situatie je duidelijk? Goed, dan stond dus knut tegenover die hitsige menigte van het oude Avezaten. En Zully met dorstvlegels om hem te meppen. Zo. En hooivork om hem venenig te prikken. Zo. En dan schijnt die knut de Jummerlef heel rustig gezegd hebben van tut tut. En daar komt onze naam Tas van Avezaten vandaan. Ja, dat begrijp je zomaar niet, want kijk, tut tut is het oud-Noors voor kalle man. Dus knut kreeg dus de bijnaam tut tut van Avezaten, kortweg tut van Avezaten. En in het oude Avezaten werd de uitgesproken als Dus niet maar... Ja, dus tut van Avezaten werd... Je vindt niet kostelijk. En die S die is er door de volksmond of vox populi zo in de loop der eeuwen tussen geslisseld. Pardon? Nou, en Knut Jummerlef is later schapenfokker geworden, zodoende, hè. En zijn been liet mij die nacht niet meer los, ik werd er helemaal opgewonden van. Ik heb het bed verlaten, door het huis heen en weer gebanjerd en toen ben ik de wijnkelder ingedoken. En daar heb ik mezelf een mooie volle Bourgogne opengetrokken. Een Château de Mononcle. De mooie Bourgogne, een beetje kiezelig, maar een voortreffelijke neus, een koninklijke afdronk en hij hangt prachtig in het glas. Pardon? Nou, ik heb het glas volgeschonken en nog een glas, en nog een glas, en nog een glas. Ja, dan zou je het misschien gek vinden dat ik dat voor mezelf zeg, maar ik werd werkelijk lollig. Ja, ik was op een gegeven moment zo nuchter als een pas geboren schaap. Ik was dus lam. Ik heb een schik gehad in mijn eentje, dat hou je niet voor mogelijk. Ik beland in de hal van het huis waar het voltallige slachtaat vanavond zat is opgehangen. Vader, grootvader, overgrootvader, bed, overgrootvader, hopklaar, bed, overgrootvader. Het hele klerenzootje.
En ik sta er oog in oog met mijn voorgeslachten. Ik zeg, heer, het water staat mee tot de lippen. De wijn niet mee gerekend. Jullie zee en jullie daar altijd arbeid adelt. Nou, dan kun je nog eens te vergeten de adel moet arbeid. Je moet er een poot uitsteken voordat de progressieve meiden nog meer uitdraaien. Want ik heb geen cent meer om een reet te krabben. En meer van dat soort sterke teksten. Hè? Ze hebben ze erop gelachen. Hè? En ik werd werkelijk straalbezopen. Met AE en dubbel O. Volgende morgen aan het ontbijt was ik nog helemaal geschuffeld. Ja, zeg, ik liet alles uit mijn poten flikkeren. Ik heb zelfs nog een zacht eiveen geknepen. Omdat ik dacht dat het zoutvat was. Ik zag eruit, mensen. Het leek wel of ik uit de poppenkast was gevallen. Maar goed, ik heb er een paar koppen zwarte koffie tegenaan gesmeten. Dan moet je niet bezuinigen altijd in dat soort omstandigheden, zeg ik. En toen had ik mezelf wat op orde. De hele familie zit aan het ontbijt. Bij ons dat stipt de regel 10:15 ontbijt. En ik tik tegen het glas jus d'orange. Dat verspreidt zich ook over het ontbijtlaken. Ik zeg nog excuses, majesteit. Ik was totaal uit lood, hè. Maar goed, jullie waren stil. En ik zeg, jongens, luister. Ik heb vannacht een ingrijpende beslissing genomen over het landgoed. Ik heb besloten, wij gaan weer terug tot het begin van ons geslacht. Wij gaan weer fokken. Nou, toen hebben we ons aangemeld bij de Vereniging Het Nederlandse Schaap. Dat is een aardige vereniging, weet je dat. En die mensen begrepen ook meteen wat ik wou. En zeiden, Baron, u moet beginnen met de aankoop van een ram. Daar draait het om, hè, de ram. Nou, een beetje ram kost 500-600 gulden. Maar ik zeg altijd, dat ramt hij er wel weer uit. Hallo? Zeg, en je moet nog verdomd goed uitkijken als je zo'n ram gaat kopen. Hè? Het is niet even handje klap ram gekocht. Nee, volstrekt niet. Weet je waar je op moet letten? Hij nog even. Het kan je te pas komen. Je kan notities maken ook, maar je hebt niks als een surfcase. Nou, moet je opletten. Een goede ram, moet je opletten, hè? Heeft hij een ruime voorhand. Hé dat? Solide beenwerk. Hé dat? Lekker gevuld achterstel. Hé dat? Geluk gewenst. Ja, 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 ja. Ja, 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 daar had ik je even te pakken, hè? Maar je bent er nog niet, want je moet nog acht geven op een sprekende kop. En let verdomd goed op het mannelijk voorkomen. Trouwgereedschap, klok en hamerspeld hangen sluitwerk. Nou, in dit opzicht zijn we zeer geslaagd. We hebben erin gevonden, mag je rustig spreken van een schaap met 5 poten. Grote klasse, premier cru. Och, we hebben zo'n gekke naam ook voor hem bedacht. Zal ik zeggen hoe die ram van ons heet? Zal ik het zeggen? Honoré de Balzac. Oké, oké, oké. Oké, oké. Ja, met dat lachen zeg. Het is werkelijk zo'n aardig bedrijf, die schapenfokkerij. Want die ooien, dat zijn ook zulke gezellige meiden. Die scheer ik ook zelf. Ja, begin had ik wel moeite om ze achterover in die stoel te krijgen. Als je dat gezien had, dat was een rotzooi zeg. Nu is lach ik onder, dan weer lagen ze niet boven. Maar weet je wat het is met scheren? Het is even een slag. Je moet het ooi stevig omklemmen in de stoel en met de lady schaaf razendsnel van zullen. Kijk, als je het eenmaal door hebt, dat scheren is dat verder een fluitje van een cent. Weet je waar ik zo oprecht trots op ben? Hij nog even. Bij ons is er nog een echte mannenmaatschappij, verdikken we. Honoré de Balzac en ik, wij maken de dienst uit. Ja, ieder op zijn eigen gebied, dat daar geen misverstand bestaat. Het is niet zoals in de rest van het vaderland waar de vrouw het overneemt. Het is toch waar? De vrouw gaat aan het werk en de man zorgt voor de kinderen. De vrouw zegt, ik wil een kind. De man zegt, zorg ik voor. Tenminste, als hij zich niet onvruchtbaar heeft laten maken.
Ja, dat is een moderne kleine ingreep en je behoudt je lage stem. Het is in ieder geval beter dan verkeerd op de fiets springen. Hey, nog even. Weet je wat ook zo prachtig bij ons is? De discipline. Hè? De discipline is prachtig. Als een van de ooien van de kudde dwaalt, dan stuurt meteen de hond erheen. Balthazar. En Balthazar doet dan van blaf, blaf of woef, woef al naar gelang. En dan floep, voegt het ondisciplinaire ooi zich weer bij de kudde. Balthazar, dat is een leuke, intelligente hond. Turkse herder. Ja, Nederlandse honden willen dit werk niet meer doen. Weet je wat nou de aardigste tijd voor ons is? Dat zou je niet geloven, dat is de bronstijd, dan moet je eens langskomen. Werkelijk, dat is kostelijk om mee te maken. In september worden de ooien spillig. Spillig, ja. Weet je niet wat dat is? Weet je niet wat dat is? Je zit er zo te grinniken. Spillig, weet je wat dat is? Dat is loops. En dan zal ik het je nog sterker vertellen. Sommige ooien worden zelfs 2 maal spillig. Die worden dus dubbel loops. Ja. Had je niet gelachen? Oh, dat is kostelijk om mee te maken. Je moet werkelijk langskomen. Wat gebeurt er dan? Dan laten we dus die spillige ooien in ene weiden. Zo. Ja. Dus hier in het midden heb je dan een sloot en hier een aangrenzende weide. En daar laten we dan ook nog een balzak heen en weer paraderen. Dan zien die beesten elkaar, die ruiken elkaar bij gunstige wind. En dat wint ze dus op, laat maar zeggen. En dat laat ik dan zo'n paar dagen pruttelen. Vindt die kostelijk. En dan roep ik ze bij me en de schapen op. Ooien, oh, ooien. En als ze zich dan hier bij mij verzameld hebben, zeg ik. Leden der schapen, generaal. En dan roep ik Honoré de bal zachter mee. Dan roep ik Honoré. Honoré. En als hij zich dan hier bij mij heeft opgesteld, zeg ik. Nee, Honoré, luister goed, vent. Dit is jouw dag, dit is jouw uur. Aan de bak. Laat de klok maar luien. Oh. Ik hoor niet. Heren Muzi, ben u er al. U bent iets te vroeg. De heer Van Vliet komt zo terug. Kan je even rustig zitten, want ik moet even mijn verhaal afronden. Ja? Hij nog even. Ga even rustig zitten. Kijk, dit moet je nog weten. De schapenfokkerij is een leuk bedrijf, maar je moet wel zorgen dat het zo snel mogelijk failliet gaat. En dat is in deze tijd zeer eenvoudig. Dan ga je naar de minister van Landbouw om steun. Ik weet alleen niet wie er nou over landbouw gaat, want ze zien er allemaal uit alsof ze over landbouw gaan. Nee, geen demonstratie. Nee, laten we het nog fijntjes houden. Kijk, maar goed, als ik dan de sukkel heb gevonden. Neem heel de failliete fokkerij over en ik vloei af met een wollen handdruk. En dat is dan geheel in overeenstemming met de betekenis die de wapenspreuk van ons koninkrijk der Nederlanden in de 70e jaren heeft gekregen. Je maintiendré, ik hou mijn hand op.